Dezelfde tijd, dus zo'n 60 miljoen jaar geleden, stierven de dinosaurussen uit. Men is er nog steeds niet zeker van hoe dat gekomen is. Het kan zijn door de enorme klimaatsveranderingen die plaatsvonden. En dinosaurussen hadden waarschijnlijk een warm klimaat nodig. Ook is het mogelijk dat door de klimaatsveranderingen sommige planten uitstierven en dat daardoor het nodige voedsel voor de dinosaurussen ontbrak. In ieder geval kwamen rond deze tijd de warmbloedige zoogdieren op. Eén van de warmbloedige zoogdieren die zo'n 36 miljoen jaar terugleefde, was de Eohippus, ook wel de Hyracotherium genoemd. Hij was de voorloper van ons paard. Oh, no!